Hallo allemaal. Gezellig dat jullie kijken. Ik wacht even dat mensen mij gevonden hebben weer. Goedemorgen. Hai, hai, goedemorgen. Nou, fijn dat jullie er zijn. Ik wacht nog heel eventjes. En dan gaan we zo dadelijk van start. Zoals jullie gemerkt hebben, is de live vanmorgen van Yolanda gecanceld. Dus trap ik nu even af. Want dat zou Yolanda ook zeker verder door willen gaan, laten gaan allemaal natuurlijk. Ik wens haar wel heel veel sterkte. Ik weet niet precies wat er is, maar ik hoop in ieder geval dat haar moeder, dat het snel beter gaat. Ik wacht nog heel eventjes dat wat meer mensen misschien kunnen vinden. Je mag deze live ook delen. Verder wil ik vast heel even zeggen dat vandaag in de webshop 15% korting is. Dus alleen in de webshop. Kortingscode is lente. En hey Monika, ik zie dat Monika ook er is. Goedemorgen. Korting dus 15% in de webshop. Kortingscode is lente. En vergeet niet, als je dat in de kortingscode hebt gezet, lente, om even op het plusje te drukken, want dan wordt het verrekend. Dus, nou, ik ga zoetjes van start. Ik weet niet of er iemand echt mee gaat doen, of dat jullie gewoon lekker kijken. Natuurlijk kun je later nog terugkijken. Deze mag nu weg. Dan zie je meteen al het leuke lente designpapier van Bella Lulu en deze mal waar ik vandaag mee ga werken. Dit is de mal Priscilla. En ik heb al wat voorbereid dus, uit het mooie designpapier. Ja, lekker meekijken kan ook, hè? Natuurlijk. Lekker op de bank en eerst even kijken. Dan weet je hoe het gaat en dan kun je het rustig op je gemakje doen. Dat is natuurlijk ook prima. Helemaal leuk. Ik ga met deze cuttingmal een shaker maken voor op het project wat ik ga maken. Ik ga een klein soort albumpje maken met deze mal. En dat kun je hartstikke goed doen daarmee, want hij heeft een mooie rechte kant. Dus dat wordt de rug van het albumpje dadelijk. En voorop ga ik een shaker maken. dan ga ik met tekst ga ik ook wat doen. De leuke Bella Lulu stempel die ook in je goodiebag zit. En daar heb ik deze banners gebruik ik daarvoor.
Maar natuurlijk kun je ook, want er zitten ook grotere teksten bij, zoals deze hele leuke grote tekst. Die kan pas natuurlijk niet op de banner, dus die kun je gewoon zo gebruiken. Dus ik weet niet of ik qua tijd daar ook aan toe kom, maar ik laat het je zeker zien hoe ik dat bedacht had. Dan gaan we even straks kijken hoe we dat erin gaan verwerken, want dat heb ik dus nog niet helemaal bedacht. Verder zie je hier wat bloemetjes liggen. Die komen uit mijn eigen voorraad. Ik weet dat ze in de winkel ook van de zakjes met van die bloemetjes hebben. Die kun je dus gebruiken. Of misschien heb je nog wat op voorraad. Je kan ook eventjes in de webshop kijken. Natuurlijk daarvoor. Dus die ga ik straks ook op de voorkant verwerken. Dat ga ik waarschijnlijk even uit beeld doen. Want dan heb ik mijn lijmpistool nodig. Om die bloemetjes goed te kunnen bevestigen. Maar dan zie je dat later toch sowieso op de foto's terug die ik later nog plaats van het albumpje. Dus, nou, dan gaan we lekker beginnen. Je mag van de mal Priscilla, uit wit kaartstok, 4 keer deze omtrek helemaal tekenen en uitknippen. Dat heb ik hier gedaan. 4 keer uit kaartstok. En daar gaan we dus even mee beginnen om die aan elkaar te maken. Wat heb je daarvoor nodig? Daarvoor heb je nodig 2 strips, zal ik maar zeggen. 1 strip is 3 centimeter breed. En die is, even kijken, 20,9 centimeter lang. Dan past die precies hier langs. En die mag je 3 keer rillen op de korte kant. Op 1 centimeter en op 2 centimeter. Dan hebben we nog een strip. En die is 2,5 centimeter breed. En die is ook 20,9 centimeter lang. En die strip, hoe heet deze mal? Deze mal, Mieke, heet Priscilla. Ik val steeds over die naam. Maar goed, dat is nummer 470.784.194. Van Dutch Doobado is die. Dus dan kan je hem ook eventjes opzoeken. Dus deze strip, de tweede strip, die is 2,5 breed en 20,9 centimeter lang. En die strip, die mag je rillen op 1 centimeter en op 1,5 centimeter. Dat heb ik al voorbereid. Oh, ik val even weg hier. Ga ik eventjes jullie opnieuw opzoeken. Eén momentje hoor. Ik ben er even uitgegooid, zie ik hier. Dus eventjes opnieuw. Oh, ik ben offline, zie ik. Ja, ik ben weer hersteld. Sorry dat ik even weg was. Ja, hier ben ik er nog wel. Ik ga eventjes zoeken, want ik ben op mijn tablet was ik er even uitgegooid. Dus ik ga even kijken of ik mezelf weer kan vinden. Eén momentje hoor. Sorry voor het ongemak. Ja, daar ben ik weer. Nou. Tenminste. Oh, dat is vervelend. Ja, ik ben er nog gewoon. Ja, ik zie het. Ik werd op mijn tablet er even uitgegooid. Nou, we gaan weer door, want ik zie dat ik er gewoon ben. Oké.
Sorry voor het ongemak. Die twee strips, die hebben we gerild en die ga je nu eventjes vouwen. Zo. In een U-vorm. En die ga ik ook eventjes met mijn vouwbeentje even lekker scherp rand maken. Zo. En wat ik ook ga doen, ik ga eventjes die kleine hoekjes hier aan de buitenkant, hè, ga ik even een klein beetje afknippen, zodat als we straks gaan lijmen, zodat het in ieder geval die hoekjes niet boven je kartstok uitkomen waar we het gaan lijmen. Zo, dus je maakt eigenlijk twee hele mooie grote lijmstrookjes. Zo, en dat gaan we bij de volgende ook vast doen. De tweede strip van 2,5 centimeter breed gaan we ook vast op die manier even vouwen. Zo. Dus die vouwen we ook in een U-vorm. En dan gaan we ook even met je vouwbeentje er zo overheen. Zo. Hoppakee. En ook hier knippen we eventjes die hoekjes er vast af. Zo. Hopsa. Prulletjes even aan de kant. Zo. Dan pak je die bredere strip weer van 3 centimeter breed. En je pakt twee stukken kaartstok die je hebt uitgeknipt van de mal. Dan ga ik hier aan de bovenkant ga ik eventjes sticky tape doen. Zo, deze is 6 mm breed. En die gaan we even hier opplakken. Zo. Doen we op die andere strip ook. Hierboven netjes hop, afknippen. Oh, ik moet hem niet. Ik moet er geen kreukel in maken natuurlijk. Zo, nou, dan gaan we het stripje eraf halen. En nu is het de bedoeling dat je jouw stuk kaartstok precies langs die rillijn gaat leggen. En dat is best een lange lijn. Dus dan moet je eventjes rustig je tijd voor nemen. Ik kijk dan altijd, begin hierboven bij het puntje, dat ik dat goed heb liggen. En dan volgt de rest daarna. En dan leg ik hem er zo schuin op. Dus zo schuin, zodat hij nog niet vast zit. Als ik dan zie dat hij niet helemaal recht zit, kan er nog afhalen. Als je dat plat doet, dan heeft die tacky tape meteen plakt dan al meteen aan je kaartstok en dan krijg je hem eigenlijk niet meer goed eraf. Zo. Als je denkt dat hij goed zit, dan kan je hem lekker aanduwen. Zo. Dat is één. Dan draai ik hem even om, want ik vind het makkelijker om zo te werken. En dan gaan we deze aan de andere kant plakken. Zo, hopsa. Het tweede stripje mag er ook af. En dan komt deze
aan de andere kant tegen je rillijn. Dus niet erop, maar er tegenaan. Ja, hebben we. Zo. Nou, nu hebben we eigenlijk al de buitenkant van het albumpje. En dan gaan we ook eventjes die tweede strip er vast bij pakken. Dat is de smallere strip. En daar past deze brede eigenlijk, ja, past die erop? Jij past er net op. Dus dan ga ik toch die bredere pakken. Ik zit even te kijken. Ik zit nu in het midden te kijken, maar ik moet natuurlijk eerst die zijstrookjes hebben. Ik ga even te snel. Hier gaan we ook weer op die plakstroken met tikkie tape doen. Zo. Ik weet niet of dat jullie ook reacties hebben. Want ik zie niet zoveel, maar misschien zitten jullie gewoon heel rustig te kijken. Dat kan. Zo, aan de andere kant de plakstrip. De strip komt ook een stukje tikkie tape. Lekker stevige tape. Even afknippen. Zo, dan pakken we die twee andere stukken kaartstok. En ook die gaan we hier vast op bevestigen. Ik heb af en toe nog een klein hoesje, want ik ben een paar weken, twee weken geleden heb ik een beetje griep gehad even. En dit is nog mijn erfenisje daarvan. Nou, ik ga deze ook weer tegen de rillijn aan. Ja, dus even goed aanwrijven. Dan draai ik hem even om. En dan mag de andere kant er tegenaan. En dit wordt, dat hadden jullie misschien zelf ook al gezien, dit wordt de binnenkant van het albumpje. Zo, nou ja, albumpje. Het is eigenlijk best een groot album. Maar ik maak er niet zo heel veel bladzijdes in. Dat kan je zelf natuurlijk wel doen. Als je dat leuk vindt. Want als je dat graag wil, dan zul je dit middenstukje gewoon weer iets smaller moeten maken. En dan hetzelfde als we hier verder doen. Dan maak je alleen het middenstukje iets smaller. En dan past dat stuk weer in het midden van je boekje. Dus dit is het middengedeelte. Dat komt hier strakjes in. Op deze manier. Zo. En als je hier dus nog een dubbele pagina in wil maken, dan maak je die rug iets smaller. Ik denk dat je dan ook wel de smallere tape straks moet gebruiken voor de tape. Voor de rug bedoel ik. En dan heb je gewoon twee bladzijdes, of vier bladzijdes eigenlijk extra. Want dit komt strakjes er zo uit te zien. Dus. En dat gaat heel makkelijk met die mal, hè? Dus, nou, we gaan verder. Want nu is het natuurlijk leuk. Ik heb nu de buitenmal, dus die met die rug van 3 centimeter, heb ik hier liggen. Die andere heb ik even aan de kant gelegd. Want hier gaan we matten. En we gaan daar een leuk designtje op maken. Wat heb ik gedaan? Dat had je ook, kon je ook voorbereiden. Ik heb de middelste lijn gepakt om te matten. Dat is het gele papier wat je ziet. En dat heb ik gehaald uit, zal ik even pakken, uit de
Paperpad Vintage Florals. En dan heb ik dit gele kleurtje gepakt. Nou, die kun je, dat is lekker groot papier, dus daar kun je echt twee keer zeker wel je te matte papier uithalen. En daar zitten zoveel kleurtjes op. En natuurlijk zitten hier ook allerlei kleurtjes op. Dat lente in de lucht designpapier heeft superveel kleurtjes. Dus het is net wat jij mooi vindt. Daar kun je dan je te matte papiertje mooi aan aanpassen als je die grote paperpads hebt. Ik ga deze even plat leggen. En dan ga ik het te matte papier op de voorkant ga ik erop lijmen. Zo. En die komt hier netjes op de voorkant. Zo. Dan pak ik mijn designpapiertje erbij. En dat heb ik gemaakt, getekend en uitgeknipt met de kleinste omtrek van die Dutch Doobadoo mal. En ik heb daarvoor dit designtje gepakt. En zoals je ziet heb ik er al een hartje uitgestanst. En dat hartje is het kleine hartje uit de cutting dies van Studio Light Heart Shape. En dan past daar straks onze shaker mooi in. Die past netjes in dat kleine hartje. Voordat we dat designpapiertje erop gaan lijmen, moeten we natuurlijk eerst de window shaker erop gaan lijmen. Die is van dat zijn deze, de shaker blisters. En ja, die passen meteen hier zo mooi in. Staan ook in het lijstje. Zoals je ziet heb ik ook al eventjes met sticky tape dat randje aan de bovenkant en aan de onderkant even vast gelijmd. Dat is deze smalle tape van 3 mm. En dan ga ik de bovenkant van die tape en de bovenrand ga ik eventjes de tape afhalen. Even kijken. Ik heb dat eventjes vast voorbereid, want dat is best even een secuur klusje. En ja, anders dan zitten jullie mij te kijken hoe ik zit te rommelen daarmee. Dus ik moet zeggen, ik lijm meestal met Dutch Doobadoo lijm, maar dit soort dingen dat moet je echt met tacky tape gaan doen, want dat gaat met Dutch Doobadoo lijm toch los en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus nou, dan pakken we een laat ik die shaker zo liggen en dan pak ik mijn designpapiertje met dat uitgestanste hartje en die leg ik daar overheen en dan eventjes natuurlijk aandrukken zodat dat goed stevig erop zit. Zo. Nou, die zit wel vast. Dan gaan we, ik ga eventjes mijn lijm dicht doen, als je dadelijk dat dingetje verstopt. Zo, dan gaan we natuurlijk shaker materiaal erin doen. Dat komt dadelijk hier in. En dat shaker materiaal, dat heb ik al even bij elkaar gesprokkeld van de kleurtjes die ik dacht dat goed bij het designpapier past. En daar heb ik een aantal dingetjes voor bij elkaar gedaan. Even kijken. Daar heb ik deze sequins. Ik heb daar die grotere bloemetjes uitgevist. Ik heb deze. Die is ooit bij van Karen Joan. Is die bij Nora zo te koop geweest. Die had ik nog.
in mijn voorraadje. Dus dat heb ik erbij gedaan. En van hetzelfde van Karen Joan, deze parelmoer kleurige dingetjes. En verder heb ik deze leuke flesjes met shaker materiaal, de shaker elements van Essentials, erbij gedaan. En daar heb ik uitgevist wat ik bij mijn papier vind passen. En dat zijn deze, die mooie donkergeel-oranje kleur. En die komt uit, even kijken, Birthday Presents. En dat past natuurlijk mooi bij dat tematte papier. Verder heb ik deze hartjes. Deze hartjes uit Christmas Candy. Ik heb, even denken hoor, wat heb ik er nog meer in zitten? Oh, die kleine gele dingetjes. Nou, zo kun je zelf je mix, wat je mooi vindt, samenstellen. Super handig is dat. Dus je kan ze lekker mixen zoals het voor jou mooi eruit gaat zien. En natuurlijk, als je nog iets in je voorraadje hebt, kan je dat erbij pakken. En nou, dan gaan we dus deze erop maken. Dan ga ik eerst eventjes mijn venstertje antistatisch maken, zodat... En vooral met dit koude weer, hè, dan wil je zeker materiaal nog wel eens lekker blijven plakken natuurlijk. Alles is dan een beetje statisch. Je haren en je trui. En zo. Dan maak ik eerst eventjes deze. Afhalen. Hier had ik aan de onderkant van de shaker, van de window shaker had ik ook al tacky tape bevestigd. Dus dat ga ik er eerst eventjes afdoen. Zo. Hop. Hopsa. Ja, daar komt hij. Zo. Natuurlijk blijft dat stripje aan mijn hand plakken. Zo. En dan ga ik hier op dit plekje, want hier komt dadelijk mijn window shaker, ga ik wat shaker materiaal leggen. Zo. Ik ga niet alles pakken, want dan wordt het zoveel. Dan is het too much? En dat hoeft ook niet. Zo, ik leg het zo op een hoopje. Oh, wacht. We vergeten nog iets. Natuurlijk ook eventjes op het designpapier nog een beetje lijm doen. Zo. Hem omdraaien en dan ga ik hem erboven leggen. Kijk, nou zie ik dat mijn shaker materiaal even een beetje die kant op moet, anders komt het eronder. Zo. Zo, dan hou ik het al zo boven. Dan kijk ik even of de randjes van mijn designpapier evenwijdig zijn voordat ik het erop ga lijmen. Want ik heb natuurlijk onder die shaker window heb ik dat tacky tape zitten en dat zit meteen vast. Mijn Dutch Doobadoo lijm zou ik kunnen schuiven, maar dat gaat nu niet. Ik denk dat die goed zit en dan ga ik hem voorzichtig naar beneden doen. Zo. En dan zit hij vast. Meteen deze even goed aanduwen. Zo. Nou. De voorkant zit erop. Ja. Nou, superleuk, hè? Nu gaan we de rest bekleden. Omdat hier natuurlijk een window shaker in zit, is dit het lastigste stukje. Maar dat zit er nu mooi op.
Ik heb natuurlijk eventjes uitgevogeld hoe ik mijn bladzijden wil. Dan draai je hem om. En dan heb ik hier voor mij pagina 2 en 3. En die heb ik dezelfde tint gehouden. Die krijgen een roze mat randje. Of mat papiertje. Eentje komt natuurlijk hier. Nou moet je even opletten. Want nu moet je je tweede deel erbij pakken. Dus ga het niet hierop lijmen. Want dan, ja, dat kan natuurlijk ook. Maar als je dat niet in je hoofd had, kom je straks niet goed uit. Je moet je tweede deel erbij pakken. Die ga ik er nog niet in lijmen. Maar ik ga deze wel al hier op lijmen. Dus je hebt je tweede deel. Moet je dus even bij de hand houden. Het designpapier heb ik dit leuke stippeltje voor gekozen. En die komt daar dan weer op. Dus ik ga eerst deze erop lijmen. En ook dat matte papier heb ik weer uit een van die blokken gehaald. Die ik in het begin liet zien. Zo. Die komt hier. Zo netjes op. Hier zit natuurlijk die shaker onder, dus hier duw ik niet te hard. Stel je voor dat ik dadelijk een deuk in mijn Windows shaker duw. Zou ook vrij zijn, hè? Nou, het designpapiertje erop natuurlijk. Zo. Die zit ook vast. Dan pak ik dus mijn tweede deel. De binnenkant van het albumpje. Ja, eerst het matte papier erop doen. En ik heb voor strakjes heb ik nog wel had ik nog een leuk ideetje bedacht. Ik leg deze even plat. Om ook in het albumpje te verwerken. Want we gaan dadelijk, als ik deze delen erop gelijmd heb, gaan we nog een leuk pocket maken. Waar je iets in kan doen. Zodat je dit albumpje ook als een soort cadeautje kan geven. Een soort giftboekje. Met een kleinigheidje erin. Als je iemand net iets meer wil geven dan een leuke verjaardagskaart of zo. Zo. Kijk, en als je deze dan straks hierin bevestigt, heb je twee mooie pagina's al. Dan gaan we door. Dit worden de middenpagina's. Dat worden bladzijden 4 en 5. En ook die heb ik vast uitgeknipt en voorbereid. En daarvoor heb ik dit designpapiertje gepakt. En heb ik deze, even kijken hoor, die had ik donkerroze. Ja, dan moet dit lichtroze zijn. Ik heb iedere bladzijde heb ik andere kleurtjes gepakt. Lekker vrolijk, net zoals het in het voorjaar natuurlijk is. Al die kleurtjes. Vandaag nog niet goed voor te stellen, dat we over een paar maandjes gewoon wel weer voorjaar hebben. Al vind ik het ook wel lekker zo, even die kou. Lekker warm aankleden. Ik hou niet van waterkou, maar deze kou is het een beetje gevroren heeft zo. Heerlijk. Lekker warm aankleden en even buiten een frisse neus halen vind ik dan niet zo erg. Zo, dit matte papiertje komt dus aan de binnenkant van deel 2. En gaan we meteen even het matte papiertje aan de op bladzijde 5 erop doen. Zo. Ik
Nu weet ik niet of de... Ik heb een tijdje geleden gehad dat mijn commentaren bleven, mijn reacties bleven hangen. Ik weet niet of dit nou ook is. Ik zie eigenlijk geen reacties. Maar goed, ik kijk sowieso straks eventjes het filmpje na. Als ik iets gemist heb, dan reageer ik nog wel even als je een vraag hebt of zo. Nou, deze die komt hier, dit designpapiertje. En deze komt aan de andere kant. Zo. En ik heb expres dit designpapiertje met die streepjes uitgekozen. Want dit is de middenpagina dadelijk. Kijk, die komt zo erin. En hier vind ik het dan wel leuk. Zou ik het leuk vinden om straks een persoonlijke boodschap neer te zetten. Maar hier komt ook een soort pocket komt hier. Dus daar kun je dan toch een persoonlijk berichtje nog bij schrijven. Het leek me wel een leuk idee. Nou, dan komen we aan de volgende bladzijde. Dat is bladzijde pagina 6 en 7. Daar heb ik een blauwig designpapiertje bij bedacht. En daar heb ik deze... ja, wat is het eigenlijk voor een motiefje? Een hoekig golflijntje. Zo. Deze komt dus. Het is dus wel handig dat je eventjes iedere keer je twee delen op elkaar legt. Zodat je ziet waar je welke papiertjes waar moeten komen. Nou, misschien vind je het juist wel leuk om iedere bladzijde een ander papiertje te geven. Dat kan natuurlijk ook. Je kan het precies zo doen zoals je het zelf wil. Of heel rustig met allemaal dezelfde kleurtjes. Is ook maar net waar je, aan wie je het wil geven of waar je het voor wil gebruiken. Hè? Zo, die komt dus zo. En deze komt aan de andere kant. Zo, dus zo zie je dat je eigenlijk op een hele redelijk eenvoudige manier kun je zo een leuk albumpje maken. Met die mal. En ik vind het af en toe echt wel leuk om zo'n albumpje te maken. Even kijken. Deze komt dan daar weer bovenop. Zo, die komt dan aan deze kant. En deze komt aan deze kant. En dan zijn we er bijna met de te matte papiertjes en designpapiertjes. En hebben we eigenlijk al een heel eind het albumpje klaar. Zo, deze komt hier. En dan hebben we nog de laatste bladzijde. En dat is bladzijde nummer 8. Heb ik ook weer dat leuke gele te matte papiertje. En ik heb hier een ander papiertje gepakt dan ik aan de voorkant heb. Hier heb je die leuke gekleurde streepjes. En ik wou de achterkant iets rustiger houden. Dus daar heb ik dat... designpapiertje voor gepakt. Zo. Deze komt aan de achterkant erop. Zo. En deze daar weer op. En dan gaan we het dadelijk in elkaar zetten, het albumpje.
Dit vind ik trouwens ook een heel leuk designtje met die streepjes, verticaal en horizontaal, zodat je van die vierkantjes krijgt. Zo, en deze komt op de achterkant. Nou, en dan heb je natuurlijk die binnenkant en je hebt die buitenkant en dan gaan we op de rug van het tweede gedeelte, hier aan de buitenkant, gaan we tape doen. Dus niet hier op, maar op deze kant, want dat wordt straks netter. Dus die leg ik even goed neer, dat hij met zijn kant waar die mee bevestigd wordt dadelijk naar boven ligt. En dan pak ik mijn tacky tape en die past daar precies tussen. En die gaan we daar dan op die rug bevestigen. Zo. Hupsakee. Eventjes je schermstrookje eraf. Nou. Ja, hebben ze. Hupsakee. En die gaan we dan hier natuurlijk in het midden bevestigen. Ik pak hem dan zo. En dan kijk ik hier aan de onderkant. Kijk dat hij daar precies ertussen valt. Dus daar leg ik hem zo schuin op. Zo. En tegelijkertijd doe ik die twee flapjes naar beneden. En kijk ik of het daar evenwijdig zit met de onderkant. Zo, want je wil natuurlijk dat dat stuk er recht in komt. Zo. Ik denk dat die zit. Dan duw ik hem aan. Even controleren. Ja hoor. Hij zit vast. En zo heb je dan je albumpje. Nou. Ik vind hem leuk. Nou heb ik in mijn lijstje, had ik gezegd, een lintje van 40 centimeter. Maar daar heb ik mij in vergist. Het moet 2 keer 40 centimeter zijn, dus 80. Want 40 centimeter om hier omheen te doen is te kort. Dus ik hoop dat je het nog niet geknipt echt al hebt. Maar ja, dit lintje wil ik dus aan de binnenkant gaan bevestigen. Op deze manier. En die gaan we hier dan om doen. En dan komt hij hier vast te zitten met een strik. Dus ik ga nu hier aan de binnenkant tacky tape doen. Dan pak ik wel mijn smallere tacky tape van 3 mm. En die ga ik hier in het midden oplijmen. Zo. Nou, ik denk echt dat mijn reacties weer blijven hangen. Want ik weet zeker dat jullie anders wel iets. Dat jullie wel iets reageren. Dan had ik het wel gezien. Even kijken. Ja, ik denk dat het gewoon blijft hangen. Nou. Dus ik kijk straks sowieso nog eventjes wat jullie hebben geschreven. Nou, als je je lintje daar aan de binnenkant bevestigd hebt, gaan we hier ook nog een stukje tacky tape doen. Dat ga ik dadelijk doen, zodat ik kan zien waar ik mijn strikje wil hebben en waar ik dan mijn tacky tape wil bevestigen. Want dat ga ik dan in 2 stukjes doen. Zo, even het beschermstukje eraf. Dan zoek ik eventjes het midden van mijn lintje.
En ik denk dat ik dadelijk het strikje een beetje aan de bovenkant wil. Dus dat betekent dat ik een klein stukje hem zo pak. Dat ik dus een langer stuk lint aan de onderkant heb dan aan de bovenkant. Even kijken. Even uitdokteren. Zoiets. Dan leg ik mijn lintje hier netjes in het midden. Zo. Als je denkt dat hij goed ligt, kan je hem aanduwen. En dan leg ik die even zo. Kijk. Zie je, ik heb een langer stuk lint aan de onderkant dan aan de bovenkant. Zodat ik hier op deze hoogte kan ik een strik maken. Dan ga ik op dit stukje een kort stukje tacky tape bevestigen. Zo. Want hier komt dadelijk een knoopje en dan komt dat toch, door een knoopje komt toch je lint wordt wat smaller. En dan is het niet mooi als je daar nog tape onder ziet. En dit is gewoon dat het een beetje op zijn plek blijft, het lint. Zo, en aan de onderkant doe ik ook een stukje. Zo, dit ongeveer is genoeg. Hop, die eraf. Nou, zie je, het blijft allemaal aan mijn vingers plakken, die beschermstrookjes. Hop, eraf. Zo. Dan gaat deze zo. En deze gaat zo. En dan kunnen we een strikje maken. Hupsakee. Zo, niet te grote lusjes. Zo. Nou, ik kijk straks hoe ver ik die strookjes af wil knippen. Nou, zo heb je toch echt al een heel leuk albumpje. Toch? Lekker vrolijk, lekker lentealbumpje. Nou. Natuurlijk heb ik ook al wat plaatjes uitgeknipt. En die heb ik hier in mijn bakje zitten. Heel veel leuke plaatjes van de gnomies. Dit is mijn hartje nog over wat ik hier uit had gestand. Die bewaar ik natuurlijk. Dat kun je altijd nog een keertje gebruiken. Deze vind ik ook zo schattig. Nou, dat ga ik hier lekker op verwerken. Even kijken hoor wat ik ga doen, want dat had ik nog niet bedacht welke gnoom ik wilde gaan gebruiken. En ik heb de bloemetjes ook uitgeknipt. Dus even kijken. Ik denk dat deze gnomen, die vind ik wel heel schattig om hier... Zo kan die. Ja. Ik heb die bloemetjes natuurlijk. Die ik er straks al liet zien. Die komen hier zo een beetje aan de onderkant. Of misschien hier aan de bovenkant een paar. Dat ga ik dus straks even doen met mijn lijmpen. Dus daar moet ik even rekening mee houden. Maar we hebben ook die papieren bloemetjes. En die papieren bloemetjes die komen daar dan ook nog onder. Maar die gnomie die komt hier in ieder geval op de voorkant. Die ga ik alvast oplijmen. En dan ga ik dadelijk eventjes vertellen hoe ik het pocket erin ga maken. Zo, maar eerst even deze leuke gnomie erop. Hoppatee. Met zijn schepje. En zijn bloemetjes. Nou is het trouwens ook leuk om zo'n gnoom met
foamtape erop te doen. En dan zit ik nu pas aan te denken nu ik hem erop gedaan heb. Dus ik ga hem er toch even afhalen. Heb ik natuurlijk weer te laat aan gedacht. Bedenk ik nu pas. Maar het kan er gelukkig nog af. Dus ik ga dat gewoon lekker even doen. Zullen jullie ook vast wel eens hebben dat je ergens mee bezig bent. En dan bedenk je tijdens het maken, heb je ineens een idee. Tenminste, ik heb dat gewoon wel. Dus ik denk dat jullie dat ook vast wel eens hebben. Dus ik ga eventjes lekker wat foamtape erop doen. En op de voorkant komt mijn gnomie dan een beetje omhoog. Eventjes die dingetjes eraf halen. Nou, en dan ga ik dadelijk eerst het pocket doen. Want ik zie dat we alweer bijna een uurtje onderweg zijn met knutselen. En dat vind ik nog wel leuk. Ik had dat ook niet aangegeven in het lijstje. Want dat heb ik ook pas later bedacht. Dat het wel leuk is om mijn pocket erin te verwerken. Zo. Nou, gnomie zit erop. Ja, dit is wel leuker als je hem zo, vind ik, een beetje omhoog laat komen. Nou, plaatjes die komen ook later. Kijk, wat mij leuk leek is om een zakje bloemenzaad erin te doen. Ik heb hier vergeetmenietjes. Nou, ik vind vergeetmenietjes altijd leuk om te geven. Zo'n pocket, dan pak je een stukje kaartstok van 9,5 bij 9 centimeter. En je reelt eventjes op de lange kant op een halve centimeter en op 9 centimeter. Dan krijg je een smal plakstrookje. En aan de onderkant, dus aan de korte kant is dat, moet je even goed opletten, want het scheelt maar een halve centimeter. Dus dat is lastig te zien. Op de onderkant mag je rillen op 8,5. Krijg je aan de onderkant ook een smal strookje. Dan gaan we even inknippen. Dat kleine hoekje wat je aan de rechteronderkant en linkeronderkant hebt, mag je er afknippen. En tegelijkertijd knip ik dan een heel klein stukje schuin, zodat je meteen een mooi plakstrookje krijgt. Dus ik knip aan deze kant schuin. En ik knip aan deze kant schuin. Zo. Dus dan krijg je zo'n schuin hoekje. En doe ik aan deze kant ook. En zo. Hoppatee. En dan aan die bovenkant snij ik ook een heel klein schuin hoekje eraf. Die vouwen we dadelijk om. Alle drie. Sorry. Naar binnen. Even met mijn vouwbeentje erlangs. Deze kant ook. Zo. En dan een stukje designpapier. En daar heb ik deze voor gekozen. En het stukje designpapier mag 8 cm bij 8 cm zijn. En die komt hier bovenop. Dit plaatje paste daar precies op. Zo. En de pocket, ja, die zou je natuurlijk kunnen lijmen, maar ik heb nou toch mijn tacky tape hier liggen. Dus ik doe eventjes mijn tacky tape op die randjes. Op die plakrandjes. Zo. Dan weet je ook zeker dat het lekker stevig blijft zitten.
Hoppatee. En deze pockets. Ik zat eventjes te schuiven. Van zo straks. Je kan hem natuurlijk hier doen. Maar ik kan hem ook aan deze kant doen. Dus dan komt het bloemzakje. Of het zakje zaad hier zo in. En ik denk dat ik hem aan deze kant ga doen. Want anders zit hij zo over dat bloemetjes te zijn. Dus ik doe mijn pocket aan de linkerkant. En dan heb ik hier mooi die lijntjes om een persoonlijk berichtje nog te schrijven daarnaast. Dus kijk even waar je hem zelf wil. Je hebt hier genoeg ruimte tussen. Als je als je zoveel pagina's maakt als ik ook hier in het boekje, heb je hier genoeg ruimte om zo'n pocket in te maken. Natuurlijk hoef je er geen zakje zaad met bloemetjes in te doen. Je zou ook thee kunnen doen. Of je maakt nog een leuk dubbel kaartje met een boodschapje. Wat je erin kan schrijven. Je zou er ook een kerstalbumpje zelfs van kunnen maken. Met lekker chocolade. Melk, zo'n zakje, poeder. Allerlei ideeën. Even kijken. Checken of ik hem goed heb. Ja. Je zal maar net je boekje ondersteboven hebben liggen. Per ongeluk. Dan krijg je je pocket ook ondersteboven. Dat is niet zo handig, hè? Nou. Dan ga ik hem even kijken. Dat hij wel hier precies netjes tussen valt. Zo. Dan ga ik eerst de onderkant lijmen. Even checken voordat ik hem vastzet. Zo. Duw ik even die onderkant op. Zo. En dan de rest van de pocket. En die zit. En het zakje zou er zo mooi in passen. Ja. Nou, dan kunnen we hem verder gaan decoreren. Dat kun je leuk doen met die tekststempels. Deze stempels. Die kunnen daarin. Als je je design, als dat te druk is, dan kan het zijn dat die tekst een beetje wegvalt. Dan zie je dat natuurlijk niet zo goed. Je kan dat natuurlijk ook eventjes op een stukje wit kaartstok doen en dat er dan in lijmen. Nou heb ik al een paar strookjes, banners, uitgestanst uit deze stripped banners van Creative Craft Lab. Ik heb deze lange gepakt, die gebruik ik zelf super vaak om een tekst op te stempelen en dan ergens op te doen. En deze. Deze zijn natuurlijk heel leuk ook om daarbij te gebruiken dat je een designpapiertje of je tematte papier terug laat komen. Nou, ik ga eens even kijken, want ik vind het wel leuk om tekstjes erop te maken. En ik begin even aan de voorkant. En dan ga ik even mijn stempels eruit halen. Even kijken welke ik ga gebruiken. Nou, die hallo die is natuurlijk super leuk om hiervoor op te maken. En dan hebben we allerlei leuke teksten. Even denken. Die hallo ga ik doen. Even denken hoor. Kom, dan krijg je kusjes van de zon. Oh, die is eigenlijk misschien best wel leuk hè, om ervoor op te doen. Hier heb je ook nog Lala. En dan kun je lente erachter doen. Is ook wel leuk. Maar ik denk dat ik het hou bij hallo. En dan kom, dan krijg je kusjes van de zon. Dus die ga ik hier op deze grote doen. En op, even kijken.
Ja, zie? Zal ik die pijl pakken? Ik ga die pijl pakken. Mijn boekje even aan de kant. Pak ik even mijn puntje erbij. Zo. Wis ik eventjes mijn hallo eruit. Ups, die komt hierop. Zo, hallo. Nou, ik maak natuurlijk mijn stempel strakjes even goed schoon. Zo, maak even aan de kant. En dan pak ik deze grotere banner. En dan pak ik die leuke tekst. Kom, dan krijg je kusjes van de zon. Past die daar goed op? Ja, die past er precies op. Zo. Dat het zo'n lange stempel is, moet je ook even opletten dat hij recht op je blokje zit. Want het kan zijn dat hij een klein beetje gebogen erop zit. En dan krijg je natuurlijk de tekst ook gebogen erop. Even checken. Ja, volgens mij zit hij recht. Zo. Nou. Hopsa. Daar is die. Ah, superleuk. Ik vind die letters ook zo mooi. Die stijl van deze letters. Nou, die mag ook eventjes aan de kant. En even kijken. Dan kunnen we het natuurlijk zo erop maken. Dat is ook heel erg leuk. Dat is echt even winkelen, hè? Hoe dat je het nu wil. Of rechts. Dilemma, dilemma. Ja, ik moet eerlijk bekennen, ik kan daar een beetje mutserig in zijn. En ik neem daar meestal heel veel tijd voor om te kijken hoe ik die plaatjes en die teksten nu wil. Maar ik vind deze ook heel leuk om die zo te doen. Hier komen de bloemetjes nog. Ja, ik ga ze gewoon recht of zo doen. Zo. Deze komt hier. Zo. En dan ga ik straks hierboven nog een klein, hoe heet het, zo'n klein prul dingetje doen. Kan deze natuurlijk ook zo plaatsen. Zo kan ook, hè? Is ook misschien wel heel leuk. Ja, ga ik gewoon doen. Ja, dit versieren en opbinden is natuurlijk precies zoals je het zelf wil en hoe je smaak is. Zo. Nou, ik vind het zo wel leuk. Nou, dan hebben we natuurlijk heel veel plaatjes en teksten nog voor de binnenkant. Dat ga ik nu verder niet doen, want ik denk dat dat toch voor iedereen verschillend is. Het pocket zit erin. Het is op zich niet een hele
dikke pocket. Dus je zou eventueel aan de andere kant ook nog zo'n pocket kunnen doen. Ja, zo ziet je albumpje er dan gewoon uit. Je kan het zelf lekker helemaal oppimpen met je teksten en je plaatjes. Wat je zelf leuk vindt. Ik ga dat dadelijk gewoon even rustig buiten beeld doen. Want als ik daar nu nog verder doe, dan, ja, dan zijn we echt nog wel een uurtje bezig of zo. Dus maar ik laat straks in de groep laat ik de foto's zien van hoe het geworden is. Dus daar kun je altijd ook nog eventjes naar kijken. Dus ik ga er nu een eindje aan breien. En straks komt Monica nog in de live. En ook heel veel plezier bij haar. Nou, ik wens je nog een hele fijne dag verder. En leuk dat je gekeken hebt. Ik hoop dat je het een leuk albumpje vindt. Ik zou het ook leuk vinden als je hem met een fotootje even in de groep plaatst. Ik ben heel benieuwd wat jullie daarmee gaan maken. Hoe je het gaat maken. Dus nou, tot de volgende keer. En bye bye.